Ja, en dat heeft alles te maken, Peter, met wat dat qua beleving rond het team hangt. Ik vind het altijd, als je naar een ploeg kijkt, en er zijn wat dingen benoemd, zoals voorzetten te gemakkelijk en niet onder druk kunnen uitvoetballen. Ja, Norwich betaalde er 11 miljoen voor toen ze hem naar Engeland haalden van bij PAOK. Nou, dat was voorlopig even te hoog gegrepen. Sherry uithalen, ja. Mignolet moet hem redden. Dat is snel gedraaid en snel getrapt. Schoffels voor het eerst in de wedstrijd ongeveer. Echt aan de bal. Zeiss. Goeie voorzet. En Nielsson. Die mocht wel even eerst even duwen, was mijn indruk. Maar tegen de lat. Ik had denk ik dat hij eerst van de bos van zich afduwde. Gaan we kijken. Ja, moet zich hier vrij knokken. Hoor. Het duel dat hij uitvecht voordien was wel oké voor. Antwerp heeft nood aan wat langer balbezit een keer. Dat is buitenspel van Sherry. Dat doet nog even voort. En nog uithalen van Kerk. En opgeruimd. Enkele Brugge overigens de ploeg. Nou, nu met het minst aantal pogingen tegen. Dus dat wil zeggen dat het toch vreemd is als je nog maar één of twee hebt gehad. Efficiëntie dan. Jansen loopt door, doet dat goed. Ja, ja. Mignolet, de beentjes toe. Goeie loopactie van Vincent Jansen. Daar was hij ineens. Dat is een goeie. Maar weer goed gekopt en overgezet. Kerk stond met de rug naar de goal. Moet toch nog iets overhouden. Schoffels, uitstekend gedaan. Zo is met voorlopig enkel Nielsen voor de goal. Vetlessen sprint om te komen. Daar is Nielsen. Maar toch nog een trap in het zijne, maar zijn eerste aanname was al niet goed genoeg. Maar ja, weinig aanspeelmogelijkheden liever voor hem. Dus even opzij naar Tsolis. En Tsolis met Skovolsen. Ja, dat is toch nog zomaar een vlot balletje. De Kuiper legt hem voor Tsolis. Dat is een goede bal. Drie mensen wachten in de box. De Kuiper sprint ook mee door. Daar is hij, de Kuiper. Oh, mooi. Dat is een goede aanval van Club Brugge. Door Hans van Aken. En Kerk trekt zich op gang. Drie mensen van Antwerpen schuiven mee. Ineens, nee. Met links. Ja, dat is toch nog redelijk goed gedaan van Roland Dreyka. Alleen moet je toch het risico nemen, denk ik dan. In één tijd. Nou ja. Maar een waarschuwing uitgedeeld, toch, door Antwerpen. Roland Dreyka weer. Tegen Vetlessen zowaar. En daar Sherry. Maar laat het liggen, want deze had hij toch, denk ik. Alderweireld, Bataille. Ja, te kort. Dus kan Zoetklad ertussen voetballen met Nielsen. Nee. Ja, de Kuiper die overneemt. Combinatie. Dit is het, de Kuiper. Redding van Lammes. Het is toch Max. Oh, penalty. Ai, 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 ai. Doembia toch. Oei, oei, oei. Hoe onhandig is dat? Hoe onhandig is dat? Gecatapulteerd. Wat was dit goed gedaan van Club Brugge deze avond? Ja, dan, achteraf gezien hadden we dan beter de tribune ingeknald. Alderweireld zijn, hij wilde het proper oplossen. Dat mislukt gigantisch. 1-2 is knap inderdaad en de kans 100%. Doembia loopt vermand gewoon aan de sok. Ja, jeugdig enthousiasme dan maar zeker. Eerst op de bal, dat is de verdienste van Vermand natuurlijk. Ja, ja. Ja, echt een jeugdzonde van die Doembia. Hij denkt waarschijnlijk dat hij eerst op de bal kan zijn. Vermand is hem sneller af. Lammes strippelend op de lijn. Daar is Nielsen. Ja, dat is het doel. 1-0. Zijn allereerste voor Club Brugge. Een grote zucht. Hij de zucht van opluchting. Schiet door het jam. Skouras is mee. En Zoetkla. Ja, rechts is de ruimte. Nielsen. Oh, redding Lammes. Ja, ineens is daar het vertrouwen van de spits. Die net heeft gescoord. En de vingertoppen van Lammes. Maar hij belandde niet bij Scott. Dat was de bedoeling. Otoy met een overtreding. Oei, hij gaat eraf. En is er door. Tweede keer geen. En dat vinden ze best wel prettig hier. Lammes nog een laatste verre bal naar voren. Maar het laatste fluitsignaal weer klinkt in het Jan Breydel Stadion. Tevredenheid.
Thank you.